hier al tussenkom voor PostNL. De derde keer. Het is 6 maanden dat wij hier al allemaal weten dat PostNL doet wat ze vandaag doen. Wij weten dat er fraude is. Wij weten dat er sociale dumping is. Wij weten dat er zwartwerk is. Wij weten dat er kinderarbeid is. En dat kinderen van 13 jaar voor 5 euro werken 9 uur per dag. Dat is de realiteit. Dit in 2022. U hebt een voorontwerp geschreven van wet. En wat staat daarin? Dat gaat in tegen al waar wij voor staan. Hoe lang heeft het geduurd eer u een uitnodiging hebt gekregen om lid te worden van de PvdA? Wij moeten ons de vraag durven stellen, meneer Vlaardig, hoe dat het komt. En dan wil ik zeggen, de liberalisering en de deregulering van de postmarkt heeft ervoor gezorgd dat we hier nu staan. Daarom. PostNL is een postbedrijf. PostNL is een postbedrijf van Nederland. En als je ziet welke toestanden er vandaag zijn bij de post, dan kunnen we het niet als een goed voorbeeld zien. Hè? Dus het is volgens ons die deregulering die ervoor zorgt dat die situatie zo erg is. Want de chauffeurs, ze werken alleen met chauffeurs die schijnzelfstandig zijn. Heel die structuur zit fout. Ze werken alleen maar met schijnzelfstandigen. Geen enkele chauffeur heeft een contract en ze vegen vierkant hun kas aan de arbeidsomstandigheden van die mensen. Ze laten die werken voor 80 cent per pakje. En als het postpakje niet bereikt is, dan krijgen ze 0 cent. 0 cent. Dat is de situatie voor die mensen. Dat is één. En ten tweede, zelfs de vakbonden die daar zijn, die raken onmogelijk tot akkoorden. Ik heb een vakbondsecretaris aan de lijn gehad die zegt dat ze al maanden aan het discussiëren zijn om een CAO af te sluiten rond de nachtarbeid bij PostNL. Zelfs dat krijgen ze niet geregeld. Dus die concurrentiestrijd is een race to the bottom en de bottom is bereikt, meneer Vlaardig, de bottom is bereikt. En mijn vraag naar u, mevrouw de minister, is de PvdA wilt dat de stal van PostNL... En door de regering is beslist dat we de postwet gingen aanpassen om dit te doen. Ik wil dat toch nog eens herhalen. De adviezen, les avis qu'on a demandé, par exemple, au service d'information et de recherche sociale, au Conseil national du travail, sont en train d'être analysés. Ça prend du temps. Ja, dat vraagt tijd. Mevrouw de minister, u hebt geen antwoord gegeven op de vraag van gaat u nu direct iets doen om PostNL te doen stoppen met wat ze bezig zijn? Namelijk, laat nu de boel stoppen, betaalt de mensen en zorg dat er er moet nu een regeling komen. En ik kan u voorstel doen, bij DHL Internationaal bestaat er een heel goed systeem. Ik heb u dat al eens gezegd. 70% van de werknemers bij DHL Internationaal Couriers hebben een vast contract en hebben zelfs een bediende contract. En daar worden goede winsten gemaakt. Dus ik stel voor, neem nu direct akte en wacht niet nog 6 maanden voordat de postwet er komt en dat er een goede regeling is voor de mensen die daar nu in de miserie zitten.